en hartelijk welkom. Leuk dat u weer kijkt. We zijn begonnen aan het tripje en we blijven eerst even een paar dagen in Nederland. Onze eerste bestemming is een adres en dat is bij mensen die u misschien ook wel kent. We gaan nog niet verklappen wie het zijn, maar we willen natuurlijk niet met lege handen aankomen. En daarom zijn we even gestopt. We staan hier in Van Rooij. Wil maar eens even de winkel in, kijken of ze nog iets leuks kan vinden om mee te nemen. En ik ga gauw weer naar binnen, want het regent. Net een bui terwijl ik de winkel uit kwam lopen. Maar gelukkig stonden we aardig dichtbij geparkeerd. En ik heb een bloemetje gekocht. Die gaan we straks aan Dennis en Nancy geven. We rijden in de regen. En dat is al een tijdje geleden. Maar op zich is dat helemaal niet erg. Want we hebben het de laatste dagen natuurlijk heel erg warm gehad. En zoals jullie al weten, we gaan naar Dennis en Nancy. En ik begreep van Erik dat ik daar niet had mogen zeggen. Dat het een verrassing zou zijn en dat u dat pas later zou zien. Maar ja, dat hadden we van tevoren maar moeten afspreken, wie wat zegt. We gaan in ieder geval een gezellige dag bij hun beleven. En dit is dus eigenlijk een blooper. Ja, en dat krijg je als je dingen niet met elkaar afstemt. Alles goed? Jazeker. Ja? Ja. Ik vind het zo leuk om jou te zien. Ja, ja ik vind het zo leuk. Ik vind het ook leuk om jullie te zien. Oh, kijk eens, dank je wel. Hoi. Hallo. Oh, ik was gaan wandelen. Hi. We zitten inmiddels heerlijk aan de koffie, gezellig. En voor de mensen die het misschien nog niet kennen, kan me haast niet voorstellen, maar dit zijn dus Dennis en Nancy van het YouTube-kanaal Op Pad met Dennis en Nancy. Ik ben eens even benieuwd, Dennis en Nancy. Kun je eens even vertellen, jullie kanaal, wat is het? Wat kunnen de mensen daar verwachten? En ik kom even met de camera naar jullie toe, kunnen ze wat beter verstaan. Lekker spontaan erin. Wij hebben een YouTube-kanaal en dat doen we eigenlijk heel simpel. Het is begonnen eigenlijk gewoon, wij gaan onderweg, wij gaan op pad. En we nemen jullie mee. En waar we heen gaan, dat weten we vooraf bijna eigenlijk nooit. En we gaan op pad met de camper. Zoiets als jullie, maar dan een beetje meer in de buurt, zeg maar. Het is begonnen eigenlijk omdat ik hij mee had. En dan kan ik het terugkijken, daar is het mee begonnen. En ja, zodoende heeft hij filmpjes gemaakt. En toen zei hij, kijk Nens, daar zijn we geweest. We gaan er gewoon zo in en we zien wel wat we er zien gebeurt wel. Eigenlijk. Ja. Dus het is trouwens wel de bedoeling dat de mensen ook nu nog naar ons blijven kijken. Hè? Natuurlijk. Ja, wel. Je zeker, nou, we zijn grote fan van jullie, ja, hoor. Ja. Ja. Ja, toch? Ja, nee. Echt wel. Ja, blijven we dat kijken. Ja, ik vind het superleuk altijd. Ja. Nou, heel leuk om hier op visite te zijn. We blijven hier vannacht ook overnachten. En we vinden het nu wel leuk. Ja, het is gezellig zo, hè? Ja. Nou, toch hier bent? Een keer achter de gesloten deuren kijken, toch? Ga je mee? Dennis, wat zien we hier? Dit is jouw auto. Ja, dat zou ik wel willen. Nee, dat is een Porsche Taycan, elektrisch. En die was afgelopen maandag was die nog zilver. En die zijn we nu de laatste loodjes aan het doen met het rappen. Tenminste, Erik is de laatste loodjes aan het doen met rappen. Ik ben even een ontwerpje aan het aanpassen voor stickertjes voor jullie. Leek me leuk om even stickers te maken voor je, nu je toch hier bent. Hij is klaar. We gaan nu even dit vel afsnijden. Dit apparaat gaat hem snijden en dat doet hij helemaal automatisch. En dit zijn ze geworden, de stickers van Camper TV. Het ziet er prachtig uit en we zijn er heel erg blij mee. Tot zover ons bezoekje aan Dennis en Nancy. Wij gaan weer verder rijden. Maar voordat ik u zie op de volgende locatie, heb ik eerst een heel interessant apparaatje. En dat wil ik nu graag even laten zien.
Ik ga een apparaatje bespreken waarvan ik niet wist dat het bestond. Het is de Vasco M3 Translator. Wij hebben dit opgestuurd gekregen van Vasco Electronics. Ik heb het uitgebreid bestudeerd, ik heb het uitgebreid getest en ik ben ervan overtuigd dat wij tijdens onze komende buitenlandse reizen hier veel plezier van gaan hebben. En daarom wil ik dat apparaatje ook graag aan u laten zien. Aan het einde van de video hebben we nog een leuke actie. Wat is het precies? Het is een vertaalcomputer of een stemvertaler. Het heeft verschillende functies. Je kunt gesproken tekst vertalen in meer dan 150 talen. Maar je kunt er nog meer mee doen. Je kunt er ook foto's mee vertalen als daar tekst op staat. Je kunt tekst scannen en vertalen, want er zit een camera in. En je kunt zelfs telefoongesprekken live ermee vertalen als je wilt. Handig als je in het buitenland belt met iemand en je komt er echt niet uit. Het werkt door middel van een simkaartje. Daarmee ben je verbonden met internet. En dat simkaartje is al geactiveerd voor het leven van het apparaat. Je hoeft dus nooit extra kosten te maken. Het apparaat wordt ook gratis geüpdate met behulp van dat simkaartje, dus u heeft altijd een up-to-date apparaat. Ik ga een paar functies bespreken, niet allemaal, want dat is veel te uitgebreid, maar ik zal eerst eens even laten zien wat er in die doos zit. Als je de doos opent, dan zie je de vertaler al direct daar mooi in de doos zitten. En vervolgens zitten onderin nog een aantal attributen. Ten eerste is daar een laadsnoer en een adapter om hem op te laden. Er zit een hoesje bij, dan kun je hem mooi beschermen. Er zit een draagkoordje bij en uiteraard ook de nodige documentatie. En hier draait het om. Dit is hem, de M3 Translator. Het is een mooi, dun, compact apparaatje. Het is zelfs kleiner dan een smartphone, dus hij past gemakkelijk in uw broekzak. Aan de voorzijde zien we een LCD aanraakscherm met direct daaronder twee knoppen. En die knoppen zijn bedoeld om de ingestelde talen te kunnen activeren en te vertalen. Aan de achterzijde vinden we een luidspreker, een camera en een lampje om ook in donkere omstandigheden te kunnen fotograferen. Aan de ene zijkant zitten twee knoppen. Eentje is bedoeld om hem aan of uit te zetten of in de standby modus. En met de onderste knop kunt u terug navigeren in de diverse menus. Aan de andere zijkant zitten de volumeknoppen om hem harder of zachter te kunnen zetten. En aan de onderzijde van het apparaat zit een USB-C aansluiting, dat is voor het opladen. Er zit zelfs een hoofdtelefoon aansluiting op en hier zitten de uitsparingen waarmee u het draagkoordje kunt bevestigen. Tijd voor een demonstratie. Ik ga u mee laten kijken op het schermpje wat er gebeurt. Ik zou graag aan een Spanjaard willen vragen hoe het met hem gaat. Dus ik heb twee talen ingesteld, Nederlands en Spaans. Ik ga het in het Nederlands inspreken en hoop ik dat hij het goed in het Spaans vertaalt. Ik druk op de bovenste knop, Nederlands. Hallo, hoe gaat het met u? Hola, ¿cómo estás? Gaat heel snel, u hoort het, heel accuraat ook. Hij spreekt dus de Spaanse vertaling uit, maar hij laat het ook zien in de tekst. Dus als iemand het niet begrijpt, kun je het hem ook altijd nog even laten zien. Nou, als de Spanjaard het goed begrepen heeft, zal hij waarschijnlijk antwoord geven. Iets in de zin van, en dat ga ik nu proberen. Muy bien, ¿y tú? Heel goed, en jij? Ik heb dus op de onderste knop gedrukt, want dat is de Spaanse tekst. Dan kun je in Spaans inspreken. En zo werkt dat. Heel eenvoudig, heel accuraat. Hij geeft de teksten ook, hij slaat die geschiedenis ook helemaal op. Als je het apparaatje uitzet en laat het weer aan, dan staat dat er nog steeds in. En uiteraard kun je dat ook gewoon wissen. Zo kun je dus meer dan 150 talen vertalen en heel veel daarvan die zijn in gesproken woord. Dus ben je nou in Frankrijk of in Spanje of Portugal, maakt niet uit, je kiest gewoon een andere taal en dan kun je net zo makkelijk alles vertalen. Een andere functie van dit apparaat is dat je dus foto's kunt maken van bijvoorbeeld tekst of een menukaart. En ik heb een foto gemaakt van deze kaart uit Zwitserland nog. Foto gemaakt, ik heb hem laten vertalen en dan komt dus op het schermpje automatisch de vertaling te staan. Hij zoekt zelf op welke taal het is, vertaalt dat naar het Nederlands. Vervolgens kun je met het schermpje scrollen door de tekst en kun je het lezen. Lijkt me heel handig als je bijvoorbeeld een menukaart hebt die je wilt vertalen of een of andere bord wat je niet begrijpt. Je maakt een foto en hij vertaalt hem. Wat ik handig vind is dat je het apparaatje in standby kan zetten met een van de knoppen aan de zijkant. Dan is hij direct uit en spaar je batterijen en dan gaat hij veel langer mee. Als je hem weer aan wilt zetten, druk je nogmaals op de standby knop en dan ben je direct weer klaar om verder te gaan. Je kunt hem natuurlijk ook helemaal uitzetten, maar dan duurt het ietsjes langer om hem op te starten. Maar op deze manier heb je het apparaat altijd gebruiksklaar. De prijs van de Vasco M3 is €289 en die kan op een Nederlandse website besteld worden. Ik zal de link eventjes in de omschrijving zetten bij deze video op YouTube.
We hebben als Camper TV kunnen regelen dat u 5% korting krijgt met een speciale code. Die ziet u onderaan in beeld. Als u die invult, dan betaalt u geen 289, maar €275. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt en ik kom er later zeker nog wel een keertje op terug in een video. Zoals Erik al zei, hier zijn we op de volgende locatie. We hebben een vriendenweekend, dus we zullen niet al te veel filmen. Maar we willen u natuurlijk wel een paar dingen laten zien. En dit is ons kampement. We staan midden tussen de perenbomen. We hebben al af en toe ons hoofd er al aan gestoten. Dus een peer tegen een peer. De camping waar we zijn is Hof van Autrietje. Dat is bij Sas van Gent. En het is een hele kleine camping. Het is een beetje inschikken met elkaar, maar wel heel gezellig. Natuurlijk heeft Erik zijn stepje meegenomen. Dat is een nieuw speelgoedje, dus hij heeft helemaal geen tijd om te filmen. Het is privéterrein, dus ik mag hier steppen. En ik moet zeggen dat ik het steeds leuker begin te vinden. Dus dat hebben ze gedaan. Ik geloof dat ze binnen een uur hadden ze het ding al besteld. Ja, Erik, we zijn nu in Zeeuws-Vlaanderen, bij Westdorpen, bij Sas van Gent. En we gaan op de fiets gaan we de Spaanse staatslinie affietsen. En daar treffen we een aantal forten die het bekijken waard zijn. Ik kan er op dit moment nog niet zoveel van zeggen, want we moeten natuurlijk nog langs fietsen. We zijn nu hier, hè, in Westdorpen. Ja. En we maken een rondje terug over België, Zelzaten en dan weer naar de camping hier in Westdorpen. Heel leuk wat Dolf allemaal vertelt en we hebben er heel veel zin in. Maar Dolf en Saskia weten ook dat wij altijd beginnen met een kopje koffie. Pak je 82 stukje en dan naar 76, dat is ook een route. Dat is wel logischer. Maar het kan ook andersom. Ja. Ja, want de een is rechtdoor ja, maar ik zie en de 76, andere is weer terug. Ik zie 76 niet. Als wij zo fietsen naar 76, dat lijkt groener. Tijd voor een kopje koffie. We hebben al een aantal forten gezien en we zullen er vast nog wel meer zien. Het is erg leuk hoor. En er staat een stukje geschiedenis bij, hoe het was tijdens de oorlog. In ik weet niet meer welk jaar, dat heeft Dolf denk ik wel verteld. Maar het ging dus tussen de strijd tussen Nederland, de staats en de Spaanse. En ze noemen het ook de staats-Spaanse linie die we nu fietsen. En de Malaga. We staan in Zelzaten. Hier hebben we een ijsje besteld en we gaan eens even proeven of het Belgische ijs net zo lekker is als in Nederland. Ja, vertel, hoe smaakt dit ijs? Ik vind hem heerlijk. Ja, hij is lekker hè? Goed van smaak, flinke bollen. Dat lusten wij wel. Belgische ijsjes en dan uit Vlaanderen zijn goedgekeurd door Camper TV.
We hebben 2 dagen op het Hof van Autriche gestaan en het is tijd om weer een plekje verder te zoeken. Eerst nog even de noodzakelijke dingetjes, waaronder het toilet leeggooien, en dan gaan we. Het toilet is weer schoon. In de nieuwe locatie waar we naartoe gaan hebben ze liever niet dat je chemische middelen gebruikt. En aangezien wij ook best wel in zijn voor het milieu, gaan we nu verder met een biologisch tabletje erin. In één keer raak. Een korte rit vandaag, nog geen 20 kilometer. En we hebben gisteravond even gebeld voor een plekje. We zitten vlakbij Terneuzen in het plaatsje Zaamslag. Op dit moment is het echt wel nodig om even vooraf te bellen of de plek is, want het is hoogseizoen en alles staat bom en bomvol, zeker hier in Zeeland. Maar we hebben 2 plekjes, want we plakken er ook nog een dagje achteraan met onze vrienden. Het is fantastisch weer, dus wij komen de dag wel door. Over 800 meter bereikt u de bestemming, coördinaten. De bestemming ligt rechts. We zijn aangekomen en we staan hier op het erf voor de boerderij. We staan niet op onze definitieve plek, terwijl we toch gereserveerd hebben. Hoe kan dat? Volgende week gaan we het u allemaal laten zien in de vlog van dan. Tot zover dan deze video. Bedankt voor het kijken. Denk even een duimpje omhoog en abonneren natuurlijk. En dan zien we u gauw weer terug bij onze volgende video. Tot ziens!